een nieuwe job de ijskar van Peter Peter werkte vroeger in de zaak van zijn ouders. Ze hadden een winkel met kantoormeubels. Nu heeft hij een ijsjeszaak samen met zijn vrouw Mieke. Mijn ouders hadden een winkel met kantoormeubels. Stoelen Tafels, kasten en rekken voor op kantoor. Ik was enig kind. Mijn ouders wilden dat ik ook in hun zaak kwam werken. Toen ik 26 was, stapte ik ook in de zaak. Ik was heel gemotiveerd en ambitieus, maar het was moeilijk. Mijn ouders wilden alles zelf doen. Ik kreeg weinig verantwoordelijkheid. Ik was nog altijd een kind dat moest luisteren naar zijn ouders. Ik begreep dat, maar ik vond het moeilijk. Na tien jaar wilde ik een andere job doen. Dat vonden mijn ouders jammer. Mijn vrouw Mieke werkte als secretaresse en ook zij was haar job beu. Maar de grote vraag was: wat nu? Op een zonnige dag ging ik samen met Mieke fietsen. Onderweg stopten we om een ijsje te eten. Plots wist ik wat ik wilde doen: ijsjes verkopen. Mijn vrouw vond het ook een goed idee. We volgden een opleiding in Italië, want daar maken ze het beste ijs. Enkele maanden later begonnen we met onze ijsjeszaak. Van april tot oktober rijd ik rond met de ijskar. Mieke verkoopt dan ijsjes in onze garage. Het is zo leuk om mensen blij te maken met ons lekkere ijs. En mijn ouders, die vinden ons ijs ook heel lekker. En ze zijn heel trots op mij.